Staatssecretaris bezoekt verpleeghuis onder toezicht. En 13-jarige Ikram had het moeilijk op school. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Ouderen die geen aandacht krijgen, verkeerde medicijnen toegediend krijgen of regelmatig niet verschoond worden. Het zijn zomaar een paar voorbeelden uit verpleeghuizen. En ook bij de Lichtenberg in Amersfoort gaat het te vaak mis. Ze hebben bijvoorbeeld een keer gemerkt dat mijn moeder 8 keer binnen korte tijd haar gebit niet inkreeg voor haar ontbijtje. Nou, dat probeer je dan natuurlijk aan te kaarten. En mensen proberen daar natuurlijk iets aan te doen, want iedereen is van goede willen. Maar die fouten bleven terugkomen. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid belooft beterschap. Hij stelt 100 miljoen extra beschikbaar voor de zorg. Hier zien we hem bij de Lichtenberg in Amersfoort. En dat is overigens niet de enige plek. Vandaag en morgen bezoekt hij in totaal 10 zorginstellingen. En ook instellingen die onder verscherpt toezicht staan. Zoals de Lichtenberg in Amersfoort. En daar is ook verslaggever Peter Knieriem. Ja, Peter, wat komt de staatssecretaris daar precies doen? Nou, kan ik hem misschien het beste zelf even vragen, want hij staat hier naast mij. Meneer Van Rijn, u bent vandaag bij deze zorginstelling de 5e in de rij. Morgen doet u er nog 5. Wat komt u precies doen? Twee dingen. Een tijdje geleden ben ik gestart met een verbeterprogramma voor de verpleeghuiszorg. Waardigheid en trots. Waardigheid voor de bewoners, trots voor de medewerkers. En nu het een tijdje aan de gang is, wil ik gewoon weten van nou, hoe loopt dat? En wat komen we tegen? Wat kunnen we beter doen? En het tweede is dat ik gemerkt heb van dat al die discussies over de verpleeghuiszorg en soms die dingen die niet goed gingen, die hebben gewoon impact aan de mensen die bij instellingen werken. En die zeggen van, nou, dan ben ik weer negatief in het nieuws. En ik wil ze ook vertellen dat ik zie dat ze ongelooflijk hard werken en dat er heel veel is om trots op te zijn, ook voor de mensen die in de instelling werken. U spreekt veel met de medewerkers van die verschillende zorginstellingen. Wat hoort u zoal van verhalen van hen? Nou, enerzijds van dat die zorg aan het veranderen is. Mensen komen op een later tijdstip in een verpleeghuis, hebben dan zwaardere zorg nodig, dus die zorg is veranderd. Twee is van, er zijn wel heel veel lijstjes waarin we met z'n allen veilige zorg willen, maar ze moeten heel veel registreren. Dus ik wil ook met hen aan de slag om te zorgen dat die lijstjes en de administratieve lasten verminderen. En ik wil met ze praten over de vraag van, hoe gaat die zorg van de toekomst er nou uitzien? En hoe willen we dat dan doen? En hoe gaat de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers? En hoe gaan we dat in de toekomst met elkaar doen? Zodat we ook in de toekomst hele goede zorg zullen blijven houden. Nu komt er 100 miljoen bij. Heeft 100 miljoen beschikbare gesteld voor die verpleeghuizen. Een instelling als deze. Wat zou die met dat geld kunnen doen? Nou, het is vooral bedoeld om te zorgen dat daar waar dat nodig is, de personeelsbezetting op orde komt of op orde gaat komen. Als meer handen aan het bed, hè, wat vaak gezegd wordt. Ja, meer handen aan het bed, maar ook zorgen dat er een goede personeelsmix is. Want het gaat niet alleen om medische zorg, het gaat ook om aandacht en het gaat om activiteiten. En weet u, kijk, de verpleeghuiszorg heeft zich ontwikkeld van mensen die op een slaapzaal moesten slapen naar mensen die een eenpersoonskamer hebben. En nu zeggen we, het moet eigenlijk een huiskamer worden. Ja, dan moeten de zorg weer anders inrichten. Tot slot nog even, die 100 miljoen, ja, die wordt gestoken in de verpleeghuizen. Hoe gaat u controleren dat geld ook goed terecht komt? Nou, wij zullen samen met de beetje technische, de zorgkantoren die dat geld moeten verdelen, ervoor zorgen dat we kijken, ja, het moet echt naar personeel. En moet zorgen dat het niet gaat naar de overheid of naar te dure auto's, maar gewoon echt naar handen aan het bed. Daar zullen we erg scherp op letten. Oké, dank u wel, staatssecretaris Van Rijn. Ja, en laten we hopen dat dat geld inderdaad goed besteed wordt. En dat deze instelling waar ik hier nu voor sta, de Lichtenberg, die staat nu nog onder toezicht. En dat die wellicht over een jaar niet meer onder toezicht staat. Peter, dank je wel. De terugkeer van de 13-jarige Ikram is het gesprek van de dag op haar school, het Schoonhoort in Zeist. Er gaan veel verhalen rond over het meisje, maar de politie wil voorlopig niet zeggen. Onduidelijk is daarom ook waarom ze zo plotseling verdween. Duidelijk is wel dat Ikram het moeilijk had op school. Toch hopen de scholieren dat het meisje snel weer bij hen in de lessen zal zitten. Ikram kwam maandag niet thuis van school. Gisteren is er met man en macht gezocht in de bossen bij station Driebergen-Zeist. Gisteravond kwam ze weer boven water. De maximumsnelheid op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam gaat volgend jaar permanent naar 130 km per uur. Nu mag dat alleen nog 's avonds en 's nachts. Volgens de Telegraaf wil verkeersminister Schultz eerst ultrastil asfalt neerleggen. De geluidsoverlast moet dan afnemen. In het bos tussen Hollandse Rading en Lage Vuursche is een skelet gevonden. De menselijke resten lagen er al langere tijd. Een wandelaar vond het skelet in een afgelegen gebied. De politie heeft onderzoek gedaan en probeert de identiteit te achterhalen.
In Utrecht is mogelijk een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De komende weken wordt in de buurt van de Vleutenseweg nader onderzoek gedaan. De gemeente zegt dat er tot die tijd geen gevaar is voor omwonenden. De bom is gevonden door ProRail bij werk vlakbij het spoor. Zonder overstappen met de tram van de Uithof in Utrecht naar IJsselstein. Vanaf volgend jaar kan dat met de Uithoflijn. En vandaag konden liefhebbers de eerste tram bewonderen bij de remise in Nieuwegein. Ja hoor. Een gloed nieuwe tram voor de Uithoflijn maakt zijn eerste meters in Nieuwegein. Iedereen die bij de komst van de nieuwe lijn betrokken is geweest, komt voor het eerst met de tram mee. Nou, dit wordt eigenlijk de tram die vanaf Utrecht Centraal naar de Uithof gaat rijden. En zal de complete buslijn 12, die nu met de dubbelgeleden bussen gereden wordt, compleet vervangen. En dus ja, die bussen zitten nu overvol. Dus daarom gaan we ook met gekoppelde trams, dus twee van deze trams achter elkaar, gaan we van Utrecht Centraal in 2018 naar de Uithof rijden. Reizigers kunnen pas vanaf 2018 zonder overstap van de Uithof via Utrecht Centraal en Nieuwegein naar IJsselstein. Maar vandaag konden bezoekers de gehele rit alleen ervaren in een tramsimulator. Deze simulator zal ook worden gebruikt voor het opleiden van trambestuurders. We hebben natuurlijk al een groep trambestuurders, maar er moeten er 70 bij. Die 70 krijgen zowel les op de baan als op de simulator. Een groot voordeel is de ruimte in de tram. Het voertuig biedt 8 keer meer plaats dan de huidige bus 12 die naar de Uithof rijdt. Daarnaast verschilt het gele gevaarte ook met de huidige trams die nu door de regio rijden. Als je kijkt naar de tram, dan zie je eigenlijk hier twee dubbele deuren en daar nog twee dubbele deuren redelijk dicht op elkaar. Dat is ook bedoeld, de tramlijn is verwacht dat er heel veel mensen naar de Uithof zullen gaan, met name studenten. In de ochtendspits is het heel druk. Dan willen we ook dat ze zo snel mogelijk de tram ingaan op Utrecht en dan ook zo snel mogelijk de tram zich kunnen verspreiden. Er komen binnenkort nog 22 splinternieuwe trams naar Utrecht. Daarvoor werd aan het einde van de middag een contract ondertekend. En van de tram op de Uithof gaan we naar het UMC, ook op de Uithof in Utrecht. Want de piano daar in de hal is een groot succes. Eigenlijk zou je na de feestdagen weg worden gehaald, maar vanwege dat succes mag je nog even blijven. Tot wanneer is nog maar de vraag, want er is wel geld nodig om de piano te houden. Yassine is 15 jaar en vaak in het ziekenhuis te vinden omdat hij een bloedziekte heeft. Ik kan heel vaak bloedingen krijgen, zeg maar. Als iets met mij gebeurt, kan ik sneller een blauwe plek krijgen of een inwendige bloeding dan normaal. Toen hij een paar dagen geleden voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis moest, werd dat onverwachts een leuker bezoekje dan normaal. Ja, toen dacht ik, ja leuk, lekker piano spelen even. Eigenlijk zou de piano na de feestdagen weer worden weggehaald, maar hij staat er nu dus nog. Ja, die piano is een groot succes. We hebben heel veel reacties gekregen via social media, waarin er hele mooie verhalen staan van patiënten, bezoekers die het als een hele prettige verrassing hebben ervaren. Daarom willen de vrienden van het UMC er alles aan doen om de piano hier te kunnen houden. Dat is onze droom om hem in 2017 te laten staan, definitief in het UMC Utrecht. Yassine ziet dat in ieder geval wel zitten. Als ik dan in het ziekenhuis zit of zo en ik heb net een bloeding of zo, dan denk ik eigenlijk wel even leuk piano spelen. Dat ik dan weer niet hier ga zitten wachten en mijn telefoon en niks doen. Gewoon eventjes lekker op de piano. Nou, vlak voor de uitzending krijgen we goed nieuws, want het geld is binnen en dus kan de piano blijven. Dan krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, het kan ook gaan ijzelen. Het koelt af tot -2. En morgen opnieuw een bewolkte en frisse dag. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Tot zover deze U-nieuws, maar blijf kijken, want na de reclame meer over de man die overleed na zijn arrestatie in Amersfoort. En ik praat met hoofdofficier van justitie Jet Hoogendijk over het afpakken van geld en goederen van criminelen. Kijk ondertussen voor meer nieuws uit de regio op onze website of op de app. Heel graag tot straks en anders een hele fijne avond. Dag.